Zodat ik u hartelijk welkom kan heten bij deze academische plechtigheid, waarin dokter Jochem Plat zijn ambt als hoogleraar fysiologie van de voeding met bijzondere aandacht voor het sterolmetabolisme in het openbaar zal aanvaarden door het uitspreken van een reden. En die reden die heet Voedingswetenschappen vereeuwigd met de erfenis van Hippocrates. Ik ben erg benieuwd waar dat over zal gaan. Geacht college van bestuur, college van toezicht, beste collega's, lieve familie en vrienden. Het gaat vandaag over voeding. Ik kan me geen onderwerp voorstellen dat zo actueel en tegelijkertijd tijdloos is. Voeding is van alle tijden. Hier ziet u een overzicht van oorzaken die bijdragen aan sterfte. Niet onverwacht staat op nummer 1 het roken van tabak, maar direct daaronder staat een ongezonde voeding en een gebrek aan lichamelijke beweging. Iets waar we zelf heel gemakkelijk iets aan kunnen doen. Het is dan ook niet vreemd dat in de dagelijkse nieuwsberichten minstens een paar keer per maand berichten opduiken dat een bepaalde stof in onze voeding iets doet met onze gezondheid. Ik geef hier zomaar een willekeurige greep uit een aantal berichten die ik de afgelopen 2 maanden tegenkwam. Hoezeer wij ook wetenschappelijk ons best doen de effecten van gezonde voeding te begrijpen, er is nog veel te winnen. Het gedrag van mensen is weerbarstig. Beïnvloeden van consumentengedrag is echter een vakgebied waar ik mij verre van houd, aangezien dat echt een vak apart is. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, denk ik dat er bij het overbrengen van de gezonde keuze nog wel een missie te volbrengen is. Zie hier een foto die wij maakten toen wij met onze kinderen vorig jaar bij de Knastercross in Geulen, het wildste feest van het zuiden, waren. Ik wil niet ingaan op het fenomeen Knastercross. Dat is niet uit te leggen, dat is enkelweg te ervaren. Dit jaar was ik wederom op de Knastercross. En het was niet onverwacht dat de 2 kraampjes aan de rechterzijde van de dia met de gezonde producten er dit jaar niet meer stonden. Wetenschap en praktijk staan helaas nog ver van elkaar. Ik wil graag beginnen met een klein stukje tekst voor te lezen uit het boek van Marinus Knopen. Er was eens een volk dat iedere lente een groot bloesemfeest organiseerde. Zodra de bomen en struiken in bloei stonden, werd iedereen ingeschakeld om zorgvuldig al deze kleine tere bloemetjes 1 voor 1 van de takken te plukken. Daar werden dan overheerlijke bloesemtaarten van gebakken. En door al deze bloesem op die manier te consumeren, kregen de gewassen zelf geen gelegenheid meer om zaden te produceren. Op deze manier stierven deze bloesemdragende bomen en struiken uit. Het volk maakte zichzelf daar geen zorgen om, want als het te kaal werd, dan trok het volk verder naar een nieuwe streek met gezonde planten. Daar leefden ze dan verder in hun traditie en het heeft jaren geduurd voordat zij bij toeval ontdekten dat als je deze bloesem gewoon aan de boom laat hangen, je er aan het einde van de zomer iets voor terugkrijgt wat veel lekkerder en veel voedzamer is. Iets wat wij heden ten dagen fruit noemen. Wat kunnen wij hiervan leren? Veel, dat spreekt voor zich. Maar wat ik er vooral van leer, is dat die fruitboom een wens had. Die had een wens zich voor te planten via het maken van vruchten. Zoals de wens van de fruitboom zijn bloesem onder de juiste omstandigheden uit te laten groeien tot fruit, zo groeien ook wensen van mensen uit, mits de juiste omstandigheden daar zijn. Ik kom hier later op terug. De titel van mijn oratie refereert aan de Griekse arts Hippocrates. Die leefde van 460 tot 377 voor Christus op het eiland Kos. Hij wordt gezien als de vader van de westerse geneeskunde. En nog steeds leggen aankomende artsen aan het einde van hun studie geneeskunde de eed van Hippocrates af. Dit is een tekst waarin zij plechtig verklaren zich aan de beroepsregels te houden en alles te doen in het belang van de patiënt. Hippocrates had toen in de tijd een hele nieuwe kijk op de geneeskunde, omdat hij als eerste de natuurlijke oorzaken in plaats van de bovennatuurlijke oorzaken voor ziekten bekeek. Hij legde daarbij sterk de nadruk op hygiëne, het belang van frisse lucht en op gezonde eet- en drinkgewoonten. Veel van zijn ideeën zijn bewaard gebleven in het Corpus Hippocratum, waarin een veelheid van zijn nu nog vaak gebruikte aforismen of uitspraken zijn verzameld. Wat te denken van soms ogenschijnlijke simpele, maar zeer krachtige wijsheden als: een ziekte wordt nooit veroorzaakt door een gebrek aan medicijn. Of:
Om de nageboorte uit te drijven geeft men een niesmiddel en doet men neus en mond dicht. Als we verder ingaan op het belang van gezonde eet- en drinkgewoonten, waar Hippocrates in geloofde en de plaatsen in de tijd waar Hippocrates leefde, krijgen we natuurlijk een volstrekt ander beeld dan heden ten dagen. In zijn tijd, duidelijk een tijd van korte levensverwachtingen, mede door tekorten in de voeding, stelde Hippocrates: laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding. Hierin sprak duidelijk de wens van Hippocrates als arts door mensen te genezen via optimale voeding. Zijn wens is in onze westerse, welvarende wereld inmiddels werkelijkheid geworden. Tekorten zijn er nauwelijks meer. Toch wordt er nog veelvuldig naar deze uitspraak van Hippocrates teruggegrepen. Alsof voeding je ook in deze tijden van welvaart zou kunnen genezen. Voeding als geneesmiddel. Het internet staat er vol mee en ook wij, voedingswetenschappers, maken ons schuldig aan dit soort uitspraken. Natuurlijk zijn er voorbeelden uit de hoek van de klinische voeding waar het zeker waar is. Denk aan een voeding zonder het aminozuur fenylalanine bij kinderen met PKU. Of het geven van parenterale voeding in het geval van een ernstige colitis. En ook een goede voedingstoestand is essentieel voor een optimaal herstel na een ernstige operatie. En wat betreft dat laatste voorbeeld hebben we vorige week in het journaal het mooie initiatief van streekziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede kunnen zien, waar het initiatief is genomen om patiënten vanuit het bed à la carte te laten eten. Echter, ik heb een zorg. En dat is dat we de kracht van voeding overschatten als we te veel de nadruk op het genezende aspect leggen. En dat we daarmee de geloofwaardigheid van het belang van een gezonde voeding voor de algehele bevolking mogelijk op het spel zetten. En dat is precies wat er gaande is. Voedingskundigen laten zich meeslepen door de wens van de medische wereld studies uit te voeren in steeds ziekere groepen mensen met een steeds hogere eis qua effectiviteit. Ik wil vandaag met u delen dat een gezonde voeding een hele grote waarde heeft ten aanzien van de volksgezondheid, maar dan wel in de preventieve sfeer. En dat weten we natuurlijk al heel lang. Er zijn immers oude wijsheden dat je voldoende calcium in je voeding moet hebben om sterke botten aan te leggen. Melk gaan drinken als je al broze botten hebt, helpt niet meer. Het is wel belangrijk om al op jonge leeftijd aandacht te besteden aan botopbouw. Een toename in de piekbotdichtheid van kinderen verkleint de kans op een breuk op oudere leeftijd. Ook voegen we niet voor niets jodium toe aan keukenzout en bakkerszout. En voegen we sinds de invoering van het margarinebesluit in 1961 vitamine D toe aan margarines en halvarines. Dit doen we omdat jodium en vitamine D belangrijk zijn voor het behoud van een gezond lichaam. Duidelijk voorbeelden van preventie, dus hoe ik nu eet bepaalt mijn gezondheid ergens in de toekomst. Helaas zijn er soms ontwikkelingen die verworven zekerheden ineens onder druk zetten. Als mensen en masse besluiten bepaalde basisvoedingsmiddelen niet meer of in een andere vorm te gaan eten. Als ik aan voeding denk, heb ik wellicht een zeer gekleurd en vertekend beeld van de werkelijkheid. Voor mij is het een beeld van gezondheid, maar zeker ook van lekker eten en genieten. Dat is in schril contrast met de werkelijkheid van vele anderen waar voeding meer een noodzakelijk onderdeel van leven is. Noem het zelfs soms overleven. Wat dat betreft is er nog veel winst te boeken voor de bevolking als geheel. Waar wij ons als voedingswetenschappers veelal druk lijken te maken over welhaast elitaire keuzes of wij beter een handje amandelen of een handje pinda's kunnen eten, of wij beter een dressing over onze salade kunnen nemen op basis van zonnebloemolie of olijfolie, de echte gezondheidswinst ligt ergens anders, op een geheel ander niveau. In termen van het boeken van grote winst door middel van gezonde voeding verdient het overduidelijk veel meer aandacht om de keuze van de onderste lagen van onze maatschappij aan te pakken. De vraag is of wij dit ooit oplossen, gezien de hogere prijs van gezonde voeding. In dit persbericht ziet u het verschil tussen een ongezonde maaltijd en een maaltijd volgens de richtlijnen en dat die dagelijks van $1,50, oftewel €1,20 is. Per maand, voor een gezin met twee kinderen, is dat €150. Dus welvaart is een belangrijke factor in het bepalen van gezondheid. Zie hier bijvoorbeeld de relatie tussen sociaal-economische status en de levensverwachting. Binnen een welvarend land als Nederland is het verschil in levensverwachting tussen minder welvarende gemeenten, onderaan bijvoorbeeld, Pekela en Kerkrade, bijna 7 jaar lager dan gemeenten met een hogere welvaart, zoals Bunnik of Eemnes bovenaan. Of alles door welvaart en hogere prijzen wordt verklaard, dat weet ik niet. Er is ook een duidelijke trend waarneembaar dat mensen in toenemende mate niet lijken te eten volgens bepaalde aanbevelingen. Dit zijn bijvoorbeeld getallen uit het rapport van de Nederlandse Hartstichting van vorig jaar, waarin duidelijk te zien is
dat over de periode 1987 tot 2010 de consumptie van groente en fruit in grammen per dag terugloopt. U ziet dat van links naar rechts alle balken laag worden. En dat is niet alleen een probleem van inkomen. In deze dia ziet u bijvoorbeeld dat er voor 3 adviezen, wat betreft de hoeveelheid groenten, fruit en vis, die wij volgens de richtlijnen zouden moeten eten, dat zowel mannen als vrouwen dit gewoon niet halen. De hoger opgeleide groep doet het weliswaar een klein beetje beter, maar zelfs bij hen lukt het niet. En dat is verbazend als je ervan uitgaat dat financiën daar een minder grote rol spelen. Ik wil nu graag met u overstappen van de voeding naar de voedingswetenschap. De enige wetenschap waar het volgens mij toegestaan is appels met peren te vergelijken. De voedingswetenschap is een relatief jonge wetenschap. Het is ontstaan zo'n 250 jaar geleden. En ik vind het fantastisch en fascinerend. Het vakgebied van de voedingswetenschappen is echter enorm breed. Als wij kijken naar het traject hoe bijvoorbeeld een voedingsadvies tot stand komt, dan zien we dat daar vele soorten voedingswetenschappers bij betrokken zijn. Zo is informatie nodig uit interventiestudies gedaan door voedingswetenschappers. De uitkomsten van die studies worden door de Gezondheidsraad, waarin veel voedingswetenschappers werken, omgezet in richtlijnen goede voeding. En deze richtlijn wordt vervolgens in begrijpelijke taal omgezet door het voedingscentrum, wederom door voedingswetenschappers en gezondheidsvoorlichters. En de voorlichtingscampagnes worden weer geëvalueerd en die worden weer meegenomen in nieuwe interventiestudies. De voedingswetenschappen, zoals ik deze beoefen, zitten in de eerste stap, het doen van interventiestudies bij de mens. Ondanks het feit dat Hippocrates al rond het jaar 400 voor Christus aandacht vroeg voor het belang van voeding, in de behandeling van patiënten duurde het nog tot 1750 na Christus voordat de eerste echte gecontroleerde voedingsproef werd uitgevoerd. Het eerste voorbeeld is een proef gedaan door de Schotse arts James Lind in het jaar 1747. James Lind diende als scheepsarts bij de Koninklijke Marine en ontwikkelde de theorie dat citrusfruit scheurbuik kon genezen. U moet zich voorstellen, dit was lang voordat het bestaan van vitamines was erkend. Dus ook vitamine C, dat pas in 1930 werd ontdekt door de Hongaarse Nobelprijswinnaar Albert Szent-György. Het is nu bekend dat scheurbuik wordt veroorzaakt door vitamine C tekort. Maar James Lind was de eerste die dit probeerde te bewijzen met een systematisch opgebouwd experiment. Wat deed hij nou eigenlijk? Het begon nadat het schip waarop hij zat 2 maanden op zee zat en scheurbuik uitbrak. De 12 zieke bemanningsleden verdeelde hij in 6 groepen van 2. Ze behielden allemaal hunzelfde dieet, maar kregen daar bovenop ofwel 1 liter cider, ofwel 25 druppels elixir, 6 theelepels azijn, een half glas zeewater, 2 sinaasappels en een limoen of een kruidenpasta met gerstwater. Duidelijk is de gecontroleerde setting van de studie. De deelnemers werden 24 uur per dag bestudeerd. Er is vast en zeker een goede poweranalyse aan vooraf gegaan en de deelnemers hebben ook vrijwel zeker de patiënteninformatie gelezen en voor informed consent getekend. Het stond ook niet in het studieprotocol, maar het experiment werd gestopt na 6 dagen, simpelweg omdat het fruit op was. Maar het resultaat was duidelijk. De 2 bemanningsleden, nummer 9 en 10, die sinaasappels en limoen hadden gekregen, waren genezen en klaar om de dienst weer te hervatten. Interessant deed ook groep 1 het een beetje beter dan de rest. Dus als ik u vast iets mag aanraden voor straks bij de borrel. In elk geval was de voedingswetenschap geboren en alles wat we heden ten dagen doen is hier een afgeleide van. Ook al is dit dan toevallig wederom een typisch voorbeeld van een genezend effect van voeding, ik wil terug naar de huidige situatie waarin ook scheurbuik gelukkig niet meer voorkomt en we, zoals eerder benoemd, de kracht van voeding vooral in de preventieve sfeer moeten zoeken. Graag wil ik nu een 4-tal voorbeelden geven van onderzoeken waar ik momenteel zelf aan werk. Plantaardige sterolen zijn stoffen die qua structuur sterk lijken op cholesterol. Zoals cholesterol ervoor zorgt dat cellen van ons lichaam een sterke membraan hebben, zo doen plantsterolen dat in een plant. Zonder sterolen zou een plantenstengel als een pudding in elkaar zakken. Normaal gesproken eten wij zo'n 300 milligram van deze plantaardige sterolen per dag. Het zit in groenten, granen en oliën. En inmiddels weten we dat als wij zo'n 2,5 tot 3 gram van deze sterolen per dag eten, we het LDL-cholesterol, dus het slechte cholesterol, met zo'n 10 tot 12% kunnen verlagen. En zonder enige twijfel is de verlaging van het LDL-cholesterol een belangrijke factor in het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten. Op deze dia ziet u bijvoorbeeld dat het risico op hart- en vaatziekten daalt met zo'n 10%
als het LDL daalt met een halve millimol. Met zo'n 20% als het LDL daalt met een millimol, etc. De vraag is nu, hoe ver moeten wij gaan met het verlagen van het LDL-cholesterol? Die vraag is redelijk makkelijk te beantwoorden. Zo laag mogelijk. U ziet hier de afzetting van cholesterol in de vaatwand gedurende een mensenleven. Het is een continu proces dat bij iedereen optreedt, maar afhankelijk van veel factoren sneller of langzamer kan verlopen. Er is dus bij iedereen hier in de zaal elke dag sprake van een geleidelijk dichtslippen van het bloedvat. De diameter van de bloedvaten, dus de ruimte voor het bloed om te stromen, wordt steeds een beetje minder. Op deze dia kunt u zien dat de mate van afname afhangt van de hoeveelheid LDL in het bloed. En nu vind ik het interessant om te zien dat bij de hoeveelheid LDL van zo'n 1,8 millimol er geen verdere afname van de diameter meer is. Je zou kunnen zeggen geen verdere vorming van hart- en vaatziekten. Maar hoe hoog is het LDL-cholesterolgehalte in onze Nederlandse bevolking dan eigenlijk? Dit zijn LDL-cholesterolgetallen die nog niet gepubliceerd zijn, maar die ik heb mogen gebruiken van het RIVM, met dank aan Anneke Blokstra. En het is duidelijk te zien dat het LDL-cholesterolgehalte in Nederland een stuk hoger ligt, ruim boven de 3 millimol per liter. Het neemt iets toe met de leeftijd. Maar zelfs in mensen die cholesterolverlagende medicatie krijgen, ligt het nog altijd hoger dan die 1,8 millimol. Hier is dus zeker winst te boeken. En liggen er kansen om via de aanpassing in de voeding deze winst te behalen. En het ontwikkelen van voedingsmiddelen verrijkt met plantaardige sterolen en stanolen, die het LDL verlagen, is hier een goed voorbeeld van. Toch zijn er ook zorgen omtrent het gebruik van plantaardige sterolen. Ik verwijs hiervoor naar de welbekende acties in de landelijke pers van consumentenorganisatie Foodwatch. En zonder hier de discussie te voeren wie gelijk heeft, zijn wij zelf ook bezig met allerlei onderzoeken die mogelijke antwoorden op deze vraag kunnen geven. En in onze onderzoeken staat hierin de oxidatieproducten van plantaardige sterolen, de zogenaamde oxyfytosterolen, centraal. Niet al het cholesterol is slecht. Er is ook HDL-cholesterol. In de volksmond het goede cholesterol. Dit cholesterol in HDL-deeltjes wordt opgehaald uit de vaatwand en teruggebracht naar de lever om te worden uitgescheiden. We weten inmiddels dat we meer HDL krijgen door meer te bewegen en niet te roken. En ook onze voeding heeft invloed op het HDL-cholesterolgehalte, al weten we nog niet precies hoe we moeten eten om dat zo optimaal mogelijk te benutten. Echte doorbraken zijn hard nodig, maar die laten op zich wachten. Studies met medicijnen die in staat zijn het HDL te verhogen, zijn uitgevoerd met teleurstellende uitkomsten. Aangezien het geen daling in hart- en vaatziekte-incidentie toonde. De vraag blijft hoe het HDL zodanig te verhogen dat het ook functioneel is. Ten eerste denk ik dat de beschermende werking van een hoog HDL voornamelijk geldig is in gezonde personen, dus preventief. Dat is iets anders dan de studies met medicatie in patiënten met een hoog risico die nu zijn uitgevoerd. En ten tweede denk ik dat we die winst vooral moeten behalen als we ons lichaam meer nieuwe pre-beta HDL-deeltjes laten produceren. En in een van onze projecten werken wij aan het identificeren van natuurlijke ingrediënten die de productie van deze nieuwe HDL-deeltjes verhoogt en hopen we deze kennis uiteindelijk preventief in te kunnen zetten. Een derde voorbeeld waar voeding duidelijk een preventieve rol kan spelen betreft het tegengaan van leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie. Maculadegeneratie is een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de gele vlek, de macula. Hier ligt een groot aantal kegeltjes die zorgen voor het scherpe zien. Het overige deel van het netvlies zorgt voor het perifere zien, dus om het scherpe zien heen. Maculadegeneratie ontstaat als de kegeltjes in de macula geleidelijk meer en meer beschadigen en uiteindelijk afsterven. Dit veroorzaakt vanzelfsprekend een achteruitgang in het centrale scherpe zien. Via een stimulerende werking met de afdeling oogheelkunde in het MUMC en het bedrijfsleven werken wij aan de mogelijkheid dit verouderingsproces te vertragen. Luteïne, een gele kleurstof die veel aanwezig is in de gele vlek, is hierbij belangrijk. Het idee is dat dit luteïne als een soort filter in die gele vlek zit en zo het achterliggende netvlies beschermt tegen schadelijke straling. De eerste resultaten van experimenten bij mensen die in hun familie AMD hebben, zijn bemoedigend. We zijn in staat de macula inderdaad te verrijken met luteïne en over een periode van een jaar bleek bovendien een vertraagde achteruitgang in het zien ten opzichte van mensen die een drankje kregen zonder de verrijking met luteïne. Een vierde voorbeeld heeft te maken met onze afweer. Ons immuunsysteem is ongelooflijk krachtig. Krachtig in het herkennen van schadelijke factoren en de aanval deze onschadelijk te maken. Het bekendste mechanisme, denk ik, is het maken van antistoffen. Iets waar we bij de vaccinatie van kleine kinderen gebruik van maken.
Links ziet u de normale reactie van ons immuunsysteem als er een bacterie in ons lichaam wordt herkend. Hetgeen uiteindelijk leidt tot het doden van de bacterie en het aanmaken van antistoffen. Rechts ziet u wat er gebeurt bij een vaccinatie. Hierbij wordt een kleine hoeveelheid van een stukje van een afgezwakte bacterie ingespoten, zodat het lichaam wordt getraind hierop te reageren met de aanmaak van antistoffen. Het zijn dus exact dezelfde antistoffen die gemaakt worden als was het een echte besmetting. En het doel is dat bij een volgende besmetting, als er een echte bacterie langskomt, dat er dan een snelle en adequate reactie volgt, zodat we er niet ziek van worden. Die hoeveelheid antistoffen kunnen we eenvoudig meten in het bloed. Nu weten we dat er bepaalde groepen in de bevolking zijn die iets minder goed deze antistoffen kunnen aanmaken. Denk hierbij aan astmapatiënten, ouderen en mensen met overgewicht. En het zou natuurlijk geweldig zijn als we deze tekortschietende aanmaak zouden kunnen stimuleren. U ziet hier de hoeveelheid antistoffen die een groep astmapatiënten maakte toen wij ze een vaccinatie gaven tegen hepatitis A. Iets wat normaal gedaan wordt als je bijvoorbeeld op vakantie gaat naar Egypte. Wij hebben gekeken of we deze reactie kunnen veranderen als je die mensen eerst een aantal weken een yoghurtdrankje gaf met daaraan toegevoegd plantaardige stanolen. En jawel, er was een hogere productie van antistoffen na de consumptie van de plantaardige stanolen. Het werd nog veel interessanter toen wij keken naar verschillen in astmapatiënten met en zonder overgewicht. U ziet hier dat de productie van antistoffen lager is in de patiënten met overgewicht. Iets dat we op basis van de literatuur al vermoeden, maar hier duidelijk geïllustreerd. Het effect van plantaardige stanolen was beduidend sterker in de astmapatiënten met overgewicht. Oftewel, we kunnen vooral die groepen met een tekortschietende reactie een duwtje in de rug geven. En ze daarmee preventief beschermen tegen ziekteverwekkers die ze mogelijk later tegenkomen. Het zal u niet ontgaan zijn dat in alle vier de voorbeelden die ik heb gegeven, wordt gewerkt met een innovatieve aanpak. En ik bedoel hiermee dat we proberen een speciaal nieuw voedingsmiddel te ontwikkelen, waar een bepaalde gezonde inhoudstof in hoge hoeveelheden aan is toegevoegd. Ik wil hiermee absoluut niet pretenderen dat zonder dit soort ontwikkelingen we met gewone, gezonde voedingsmiddelen niets kunnen bereiken. Integendeel. Echter, innovatie is een heel belangrijk onderdeel om extra winst te boeken en vooral om mensen mee in de goede versnelling te krijgen. Innovatie in voeding is echter een lastig onderwerp. In vele andere gebieden is innovatie overduidelijk. Maar in de voeding zijn gezonde voedingsmiddelen, net als in 1960, nog steeds gewoon gezonde voedingsmiddelen. Fruit is nog steeds fruit, een haring is nog steeds een haring, en een handje nootjes is nog steeds een handje nootjes. Het ziet er misschien allemaal wat mooier uit qua presentatie, maar er is feitelijk weinig veranderd aan het product zelf. En daar zit hem ook direct de crux. Want consumenten willen graag iets spectaculairs, iets nieuws. En dat is bij voeding vaak lastig. Hooguit zijn de leuke innovatieve hulpmiddelen om het leven wat makkelijker te maken, maar daarmee wordt het product zelf niet aantrekkelijker of gezonder. En volgens mij is dat exact de reden waarom hedendaagse hypes met bijzondere voedingsmiddelen en diëten zo populair zijn. Een sinaasappel blijft een sinaasappel en we weten wel dat die gezond is. Maar nu hebben we ineens superfruits met antioxidanten en tarwegras met bio-energie of hennepzaad met hoogwaardige eiwitten. Mensen willen blijkbaar iets nieuws. Ze willen geprikkeld worden. Natuurlijk hebben wij als voedingswetenschappers veel vragen bij de onderbouwing van al deze superfood marketing. Maar we kunnen er volgens mij ook heel veel van leren. Blijkbaar lukt het om met deze innovatieve producten consumenten wakker te schudden. En van die manier van prikkelen moeten wij veel meer gebruik maken. Als mensen dan wel meegaan in de boodschap gezonde producten te gebruiken, dan ligt daar volgens mij een enorme kans. Daarom hecht ik grote waarde aan een optimale samenwerking tussen wetenschappers en kennisinstellingen en de industrie om naar het beste resultaat toe te werken. Innovatieve, nieuwe producten ontwikkelen die aan de ene kant echt werken en aan de andere kant consumenten motiveren om gezonder te eten. Op die manier kunnen we wellicht gezondheid in een grote groep van de bevolking behouden. Het brengt mij wel direct bij een moeilijke vraag. Hoe moet je het effect van een gezonde voeding of gezond voedingsmiddel aantonen in een groep mensen die al gezond is en die je gezond wilt houden? Een kind dat kan zwemmen hoeft niet op zwemles, dat weten we allemaal. En we weten ook hoe moeilijk het is een muur die wit is met dezelfde kleur over te schilderen zonder een stukje over te slaan. Oftewel, wat er al is, is heel moeilijk te verbeteren. En een effect is dan ook moeilijk aan te tonen. Maar hoe moet het dan verder met die voedingswetenschap? Tenminste, als, zoals ik mij voorstel, we ons vooral verder bekwamen in het aantonen van preventieve effecten.
Hoe moeten we de voedingswetenschap aanpakken in de komende decennia? Ik wil hiertoe graag een aantal scenario's met u bespreken aan de hand van LDL-cholesterolverlaging. LDL is zonder twijfel een causale risicofactor voor het krijgen van hart- of vaatziekten. Ik noemde het eerder aan u. Het lijkt logisch dat in een situatie van minder LDL-cholesterol in het bloed er een langzamer dichtslippen van het bloedvat is. Oftewel, op latere leeftijd bijvoorbeeld een hartinfarct. Dat klopt inderdaad. Ik laat u hier een studie zien waarin patiënten die met statines zijn behandeld, dat is een medicijn die de hoeveelheid LDL in het bloed verlaagt, en het is duidelijk te zien dat het optreden van hart- en vaatziekten hier gemeten als een hartinfarct wordt uitgesteld. In dit geval heeft de behandelde groep er 4 jaren bij gekregen. Dit is een voorbeeld van een studie met een zogenaamd harteindpunt. Het meten van het aantal patiënten met een hartinfarct. Dit is het type studies dat de medische wereld graag ziet. In hun overtuiging dat je dan echt aantoont dat de behandeling zinvol is. Er gaan steeds meer stemmen op dat we ook dit soort studies in de voedingswetenschap zouden moeten gaan doen. Mijn vraag is of we ons moeten laten verleiden deze studies uit te voeren wanneer we de gezonde effecten van voeding willen aantonen. Hebben wij deze eindpuntstudies echt wel nodig, of niet? Of zijn we tevreden als we aantonen dat we met een gezonde voeding een daling in het serum LDL-cholesterol aantonen? In deze aanpak is de hoeveelheid LDL-cholesterol dan een biomarker voor het krijgen van hart- en vaatziekten in de toekomst. Yudkin stelde enkele jaren geleden dat er een verregaande mate van verafgoding van de biomarker is en dat dit schadelijk is voor patiëntenzorg. Steeds vaker wordt er een effect op een biomarker gemeten in plaats van dat waar het echt om gaat. Overlijden, kwaliteit van leven of functionele capaciteit. Er zijn diverse voorbeelden van zorgelijke ontwikkelingen. Zo zijn er studies die laten zien dat een behandeling met medicatie die de bloedsuikerwaarde in diabetes succesvol verlagen, geen verlaging in hart- en vaatziekten laten zien. Ook zijn er studies met bloeddrukverlagende medicatie die inderdaad keurig de bloeddruk verlagen, maar geen enkel effect op het beoogde eindpunt hebben, zoals bijvoorbeeld hartinfarcten. En volgens Yudkin moeten wij niet te veel blind varen op biomarkers, behalve als ze causaal zijn, als ze een causale rol spelen in de onderliggende pathologie. En LDL-cholesterol is duidelijk zo'n causale risicofactor. Of dat betekent dat we studies die een LDL-daling laten zien als voldoende bewijs kunnen zien, is echter een punt van intensieve discussies. Ik heb reeds eerder aangegeven dat we met voeding niet naar genezing, maar naar preventie moeten zoeken. Belangrijke vraag is hierbij of het gaat om primaire universele preventie of secundaire, meer geïndiceerde preventie. Hiermee bedoel ik of we gaan kijken naar de effecten in gezonde mensen die we gezond willen houden, of effecten in mensen die al een bepaald verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben, waarvoor ze al behandeling ontvangen. In het tweede geval hebben we te maken met een populatie patiënten die ook vaak veel medicatie gebruikt. En de vraag is of deze medicatie het effect van voeding tekort zou kunnen doen. Immers, de huidige medicatie is zodanig effectief en meer is de indruk dat een optimaal behandelde hart- en vaatziektepatiënt nagenoeg hetzelfde risicoprofiel kan krijgen als een gezond persoon. En dan zijn we terug bij de beginvraag. Hoe toon je een effect aan in een persoon waar niets te verbeteren is? Een goed voorbeeld hoe teleurstellend het kan aflopen is de alfa-omega-trial uitgevoerd door professor Daan Kromhout een aantal jaren geleden. En hij moest erkennen dat het geven van visolie voor een periode van ruim 3 jaar in patiënten die een hartinfarct hebben gehad geen enkel beschermend effect had op het optreden van een nieuw hart- en vaatziekte-event. Deze patiënten werden gedurende die 3 jaar nog steeds optimaal behandeld met medicatie. Bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers, stollingsremmers. En op zich hadden die al een sterk effect. Het geven van visolie voegde hier niets aan toe. Het geeft een beetje het beeld van een ouder die zijn auto aanduwt als de accu leeg is en dat het kleine dochtertje van 3 meehelpt met duwen en ervan overtuigd is dat die auto echt gaat rollen door haar bijdrage. Eenzelfde voorbeeld zien we als we 2 medicijnen gaan combineren, zoals bijvoorbeeld is gedaan in de bekende ENHANCE-studie van een paar jaar geleden. Hierin werden 720 patiënten die al werden behandeld met zo'n LDL-cholesterolverlagend statine en werd gekeken of het verder verlagen van het LDL-cholesterolgehalte met een tweede medicijn na 2 jaar leidde tot gezondere vaten. In die ENHANCE-studie daalde het LDL-cholesterol keurig zoals verwacht werd, maar de uitkomst, het gezonder worden van de bloedvaatwand, bleef uit. Dat was negatief. Deze laatste studie roept dan ook een aantal vragen op. Ten eerste, heeft het dan wel zin het LDL-cholesterolgehalte verder te verlagen? En de tweede, zouden we dat met voeding kunnen en moeten doen? De eerste vraag is een lastige. Ik
heb u eerder verteld dat we het LDL-cholesterol zo sterk mogelijk moeten laten dalen om het verder dichtslippen van het bloedvat te stoppen. Weet u nog? Die 1,8 millimol. Dus in theorie moet elke studie die het LDL-cholesterol verder verlaagt richting die 1,8 millimol ook leiden tot minder hart- en vaatziekten. Waarom klopte dat dan toch niet bij die ENHANCE-studie, waarin twee soorten cholesterolverlagende medicijnen werden gecombineerd? Hiervoor leen ik een aantal figuren uit een artikel van professor Laufs uit Duitsland voor een gedachtenexperiment. Links ziet u een groep van 100 mensen waarvan het risico dat ze binnen nu en 10 jaar een hartinfarct krijgen 40% is. Dus 40 van die 100 mensen krijgen een hartinfarct. Nu worden ze behandeld met een statine die het risico op hart- en vaatziekten met 25% verlaagt. Dus er komen een kwart van die 40, oftewel 10 minder hartinfarcten. Dit effect is anders als je hetzelfde doet in een groep van 100 mensen, bij wie het risico dat ze binnen 10 jaar een hartinfarct krijgen geen 40%, maar 12% is. In dat geval heeft diezelfde behandeling met hetzelfde statine, die het risico met een kwart verlaagt, een veel kleiner effect. Immers, nu is het een kwart van die 12 patiënten, dus we redden maar 3 patiënten. Dit laat zien dat het aantal patiënten dat je kunt redden door de behandeling afhankelijk is van de startwaarde van in dit geval LDL-cholesterol. Laten we nu eens kijken wat er gebeurt als je behandelingen gaat combineren of optimaliseren. Links weer een hypothetische groep van 100 mensen, in dit geval met een risico dat ze binnen 10 jaar een hartinfarct krijgen van 20%. Dat zijn nu dus 20 van de 100 mensen die een hartinfarct krijgen. Ze worden wederom behandeld met hetzelfde statine die het risico op het hartinfarct met 25% verlaagt. We hebben nu dus een kwart van de 20, oftewel 5 minder infarcten. Rechts nu de situatie als dezezelfde groep mensen met dat risico van 20%, die al een statinebehandeling ontvingen, zou worden blootgesteld aan een tweede statine. Dus een eerste risico is nu geen 20% meer, maar 15% door de behandeling. Dus 15 hartinfarcten. Nu valt uit te rekenen, als we de dosis statine gaan verdubbelen, en ik zal u de berekening voor nu even besparen, dat dit slechts leidt tot het redden van een extra halve patiënt. Met andere woorden, het is erg moeilijk om extra winst te boeken indien er al een sterke LDL-daling is gecreëerd door die statinebehandeling. En dat is ook wat er heeft meegespeeld in het uitblijven van een effect in die eerder genoemde ENHANCE-studie, waar naast het statine een tweede medicijn, ezetimibe genaamd, is toegevoegd. Het medicijn liet LDL met een extra 17% dalen. U ziet dat in het bovenste panel van deze dia. Onder ziet u, wat ik al eerder noemde, dat dit geen enkel effect had op de IMT. En dat is een maat voor gezondheid van de bloedvaten. Heel gelukkig en heel blij ben ik erom dat er afgelopen maandag op het congres van de Amerikaanse Hartstichting in Chicago de resultaten zijn gepresenteerd van de IMPROVE-IT-studie. Zeg maar het lang verwachte vervolg van de ENHANCE-studie. U ziet hier aan de rechterkant op de dia dat wederom het toevoegen van ezetimibe bovenop het statine wederom een LDL-daling van 17% liet zien. Nu, bij de opzet van deze studie, is er echter goed rekening gehouden met groepsgroottes. U ziet, er zaten nu ruim 19.000 patiënten in de studie, in plaats van 720 in die eerste. En de follow-up duur was nu 7 jaar, in plaats van 2 jaar. En dan zie je dat het inderdaad mogelijk is een effect aan te tonen. Een medicijn dat het LDL-cholesterol verder verlaagt, bovenop een statinebehandeling, en dus in staat is om te zorgen voor een extra verlaging van het aantal patiënten met een hartinfarct. Dus om op mijn twee vragen terug te komen, jazeker, het heeft mijns inziens zeer zeker zin het LDL verder te verlagen. Daar is wat mij betreft geen discussie over. Maar het is wel steeds lastiger om daarvan het nut in termen van het voorkomen van hartinfarcten aan te tonen. En dat heeft te maken met de kracht van een studie om dit effect aan te tonen. Ik heb hier schematisch weergegeven dat er een gezond persoon kan zijn met een niet veranderbaar risico. Hij is immers gezond. En een patiënt met een behoorlijk verhoogd risico, met een veranderbaar risico. Dit risico zou je kunnen verlagen tot het mogelijk afwezig zijn van risico zoals in de gezonde persoon. Wat er gebeurt als je deze patiënt behandelt met een statine, is dat dit risico inderdaad fors daalt, maar er is nog altijd een restrisico over. Wat er nu gebeurt als we deze patiënt gaan behandelen met een tweede medicijn, is dat we de kracht van het effect van het tweede medicijn inschatten op basis van het totale risico. We doen alsof het net zo makkelijk is dit restrisico te verminderen als dat we dit eerste grote risico zouden kunnen verlagen. Maar dat is niet zo, want ik liet u immers eerder zien dat de winst afhankelijk is van de hoogte van het risico bij aanvang van de behandeling.
Maar als we de studies goed, groot en langdurig opzetten, is het, zoals nu gebleken, mogelijk die effecten wel degelijk aan te tonen. Wat betreft de tweede vraag is er wat mij betreft een duidelijk nee. Ondanks de positieve uitkomst van de IMPROVE-studie denk ik niet dat we deze kant op moeten als we de effectiviteit van voedingsinterventies willen aantonen. Geen studies met voedingen die het risico op hart- en vaatziekten verlagen in groepen mensen die al met statines behandeld worden. Daarmee zouden we onszelf snel tekort doen en bovendien, het is onbetaalbaar. Bovendien, het belangrijkste argument is dat je met voeding in tegenstelling tot medicatie je hele leven lang je voordeel kunt doen. Medicatie wordt pas voorgeschreven als er iets aan de hand is. Denk maar even terug aan de uitspraak van Hippocrates, dat een ziekte niet ontstaat door een tekort aan medicatie. Gezonde voeding kun je gebruiken vanaf je geboorte en daarmee levenslang je risicoprofiel verbeteren. Primaire preventie dus. Een ander groot verschil tussen de effecten van voeding en medicatie is het aangrijpingspunt. Een medicijn is primair ontwikkeld om één bepaald enzym te inactiveren of één specifieke receptor te blokkeren. Binnen de farmacologie is er inmiddels een probleem dat combinaties van allerhande medicijnen tegen verschillende ziekten elkaar ineens lijken tegen te werken. Daar wordt nu gedacht aan polyfarmacologie, dus een pil met daarin een slim gekozen combinatie van werkzame stoffen die efficiënt kunnen helpen in de behandeling van verschillende ziektes. Maar dat is nog altijd iets anders dan wat wij met voeding kunnen bereiken. Ons dagelijkse voedingspakket is een interessante mix van vele honderden inhoudstoffen. En al deze stoffen hebben wellicht ieder voor zich een klein effect. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een klein beetje 5 verschillende enzymen remmen, een klein beetje 3 verschillende receptoren blokkeren, maar tezamen geven ze een heel sterk effect qua gezondheid. Als voorbeeld geef ik hier het effect van een voedingsvezel, beta-glucan weer, iets wat we vinden in haver en paddenstoelen. Van beta-glucanen weten we inmiddels dat ze een klein beetje de cholesterolopname in de darm kunnen remmen, enigszins de glucose-respons na de maaltijd kunnen optimaliseren en tegelijkertijd ook nog de ontstekingsreactie gunstig kunnen beïnvloeden. En deze manier van denken, waarbij vele kleine effecten samen een gezondheidseffect hebben, is uitdagend. En het is de vraag hoe we dat zouden moeten meten in voedingsonderzoek. Hoe meet je de optelsom van al die kleine gezonde effecten tezamen? Dat is een uitdagende vraag, waar gelukkig steeds meer mensen bereid zijn om over mee te denken. In elk geval denk ik dat ik een punt gemaakt heb dat voeding de uitspraak vele handen maken licht werk zeker eer aan doet. Tot slot wil ik graag benadrukken dat er ook nog een hele andere manier kan zijn waarop we zouden kunnen kijken naar de effecten van voeding. Het kijken met een andere blik naar dezelfde problematiek is soms heel verhelderend. Zelf ben ik gefascineerd door het concept resilience, in het Nederlands veerkracht. Hierbij bestudeer je mensen die ondanks het aanwezig zijn van vele risicofactoren waaruit blijkt dat ze in principe ziek zouden moeten worden, toch in staat blijken gezond te blijven. Blijkbaar is er iets onbekends wat hen beschermt. En deze veerkrachtige mensen zijn een bron van informatie. Die kennis die kan vervolgens worden ingezet om ook anderen te helpen bij het voorkomen van ziekte. Een voorbeeld van deze manier van werken is een groep van mensen die in de jaren 80-90 HIV positief waren en veel virusdeeltjes in hun bloed hadden. De meeste van hen ontwikkelden AIDS, maar een paar van hen niet. Dit bleek uiteindelijk terug te voeren op een mutatie in een bepaalde receptor die paar mensen hadden die beschermd waren. En op basis van deze ontdekking worden nu innovatieve behandelingen voorbereid. Meer in mijn eigen vakgebied weten we dat patiënten met de erfelijke aandoening citosterolemia een hoog risico hebben op het krijgen van hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. Dit wordt toegeschreven aan de extreem hoge plantsterolconcentraties bij deze patiënten. Met andere woorden, voor deze patiënten lijken de hoge plantsterolconcentraties ongezond. Waar ik naartoe wil, is dat er ook een paar van die citosterolemische patiënten zijn die ondanks die hoge plantsterolconcentraties helemaal geen hart- en vaatziekte ontwikkelen. Deze groep heeft blijkbaar een additionele eigenschap die de mogelijke ongezonde effecten van deze extreem hoge plantsterolconcentraties tegengaat. Als we die eigenschap kunnen ontdekken, kunnen we dat inzetten in de behandeling van die andere citosterolemische patiënten die eigenschap van nature niet blijken te hebben. En mogelijk werkt deze nog te ontdekken eigenschap ook wel tegen het ongezonde effect van een hoog serumcholesterol. En ik denk dat het mogelijk moet zijn om deze veerkrachtige uitgangspunten te gebruiken om het belang en de waarde van een gezonde voeding en leefstijl aan te tonen. Kortom, genoeg om na te denken hoe we voedingsonderzoek in de toekomst zouden moeten optimaliseren om de kracht van een gezonde voeding verder te onderstrepen. Het juiste antwoord heb ik nog niet, maar we moeten kritisch nadenken of we nu wel het juiste doen. Of we in staat zijn de vragen te beantwoorden die we willen beantwoorden, daarbij in de gaten houdend dat we de mogelijkheden van een gezonde voeding zeker niet proberen te overschatten.
Voeding is preventie. En preventie is zeker niet een grote stapper snel thuis aanpak, maar preventie is wel een kwestie van een lange adem. Waar ik zelf concreet aan wil werken de komende jaren is te vatten in deze dia. Ten eerste wil ik een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vraag of het consumeren van plantaardige sterolen en stanolen inderdaad, zoals verondersteld, een bijdrage levert aan de preventie van hart- en vaatziekten. En bij ons spelen daar de oxidatieproducten van plantsterolen een belangrijke rol in. Ten tweede wil ik meer in detail bestuderen of het mogelijk is met specifieke stoffen in de voeding die de werking van het immuunsysteem beïnvloeden, ziekte te beïnvloeden. En hierbij denk ik aan ziekten als astma, allergie, darm- en leverontsteking. En tenslotte wil ik bestuderen of het mogelijk is HDL-cholesterolconcentraties via voedingsinterventies functioneel te verhogen als preventieve strategie in het verlagen van het toekomstig risico op hart- en vaatziekten en andere ziekten. Om nog even terug te komen op het verhaal van Marinus Knoper waar ik mee begon. Mijn wens is dat we preventie in Nederland echt serieus gaan nemen. Onder het motto kinderen die niet vragen worden zeker overgeslagen, heb ik twee concrete verzoeken. Noem het mijn wensen. Twee nauw verbonden wensen om de kracht van voeding en eigenlijk voeding en leefstijl in het algemeen in te zetten in het belang van de volksgezondheid. Ten eerste te overwegen elk gezin jaarlijks 2 preventiegesprekken mogelijk te maken om persoonlijke handvaten te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een leefstijlcoach voor elk gezin. Net als 2 keer per jaar preventief naar de tandarts, ook 2 keer per jaar met je gezin naar de leefstijlcoach. Het bespreken van voedingsgewoonten moet hier een belangrijk onderdeel van zijn. Op die manier probeer je preventie echt serieus op de kaart te zetten. Wel pleit ik ervoor dat deze leefstijlcoaches een gedegen voedingskundige opleiding hebben gehad om door het woud van kennis de essentie helder over te kunnen brengen. Ten tweede dat zorgverzekeringen deze preventieve maatregelen serieus gaan nemen en vergoeden. Ik bedoel hiermee dat sporten en gezond leven worden gestimuleerd. En ik begrijp maar al te goed dat dit een extreem lastig concept is, omdat investeringen van verzekeraar A pas rendement gaan geven als de klant alweer 3 keer is gewisseld van verzekeringsmaatschappij en moet worden uitbetaald door verzekeraar D. Maar daar moeten we toch een oplossing voor kunnen bedenken. Van afwachten wordt zeker niemand beter. Stelt u zich eens voor dat we nu niet zo'n goed ontwikkeld tandartsennetwerk zouden hebben. En dat we nu zouden moeten nadenken of we preventief 2 tandartsbezoeken per jaar zouden gaan invoeren. Ik denk toch dat er niemand van u twijfelt aan het nut van deze tandartsregeling. Ik ben in elk geval erg blij dat het MUMC inmiddels de thematiek Healthy Living, gezond leven, heeft gekozen als de kern van al het werk wat er in het MUMC de komende jaren wordt gedaan. Als we dat echt gaan doen, dan stellen we ziekte uit en hebben we meer jaren in gezondheid. Om ook nog even terug te gaan naar Hippocrates. Die stelde, laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding. Ik zou dit aforisme graag updaten. Ik zou het willen renoveren naar het jaar 2014. En ik zou het willen renoveren naar, laat uw voeding preventief werken en zoek preventie in uw voeding. En ik zou deze wijsheid graag dopen als de eed van Hippocrates. Ik blijf nog even hangen bij Hippocrates. De plataan van Hippocrates is de boom waaronder volgens de legende Hippocrates zijn studenten geneeskunde doseerde. Het onderwijs van nu is veel veranderd. We hebben veel grotere aantallen, etc. Ondanks dat ben ik ervan overtuigd dat we in staat zijn goede wetenschappers op te leiden. Zeker ook op het gebied van de voedingswetenschappen. Internationaal scoort Nederland erg goed als het gaat om het domein voeding en gezondheid. En dat is zeker voor een groot deel te danken aan het voedingsonderzoek uit Maastricht. Als we het hebben over onderwijs, wil ik ook de Nederlandse Academie voor Voedingswetenschappen noemen. De NAV heeft als doel gezondheid van de samenleving te bevorderen door het zorgen van kwalitatief hoogstaand voedingsonderzoek. En zoals u ziet hebben wij net ons 10-jarig jubileum gehad. Met andere woorden, we staan garant voor kwalitatief goed opgeleide voedingswetenschappers. En Maastricht is samen met Wageningen en Amsterdam één van de 3 opleidingscentra in Nederland. En ik ben trots dat ik samen met professor Ronald Mensink als opleider van deze belangrijke groep wetenschappers in Maastricht mag fungeren. Dit doen we onder andere door ervoor te zorgen dat er in het curriculum van de bachelor- en masteropleiding biomedische wetenschappen voldoende onderwijs wordt aangeboden op het gebied van voeding en metabolisme. Als ik kijk naar de biologische richtingen binnen het Maastrichtse onderwijs, dan zie ik dat daar enorm veel kennis aanwezig is. Maar mijns inziens kan dat veel beter worden benut. Hiervoor is het essentieel dat we als opleidingen en richtingen wat minder gaan werken op eilandjes en meer in elkaars keuken gaan kijken en gebruik maken van elkaars succesformules.
De eerste stappen worden gelukkig inmiddels gezet, maar mijn inziens gaan deze nog niet ver genoeg. Zo zouden bestaande schotten tussen de opleiding geneeskunde en biomedische wetenschappen moeten sneuvelen. Als de Berlijnse muur kan vallen, dan kan deze muur ook sneuvelen en kunnen we in Maastricht nog breder en sterker opgeleide studenten afleveren. Echter, ik begrijp dat ook vernieuwing in het onderwijs vaak tijd nodig heeft. In elk geval ben ik ervan overtuigd dat we Nederland met inhoudelijk goede opleidingen nog lang in de voorlinie van internationale voedingsonderzoekers kunnen positioneren. Ik wil eindigen met het bedanken van een beperkt aantal mensen die een meer dan belangrijke rol hebben gespeeld in mijn leven, zowel academisch als daarbuiten. Ik dank in eerste instantie onze rector Magnificus en het college van bestuur van de Universiteit Maastricht voor het in mij gestelde vertrouwen. Hierbij wil ik in het bijzonder Martin Paul bedanken. Die ziet u niet op deze dia. Maar ik wil hem bedanken omdat hij in zijn toenmalige rol als decaan samen met de schooldirecteuren een groepje jonge wetenschappers selecteerde voor een leiderschapscursus. Dat was volgens mij een gouden zet. Ik prijs mij nog elke dag zeer gelukkig deel te zijn van deze groep, inmiddels allemaal tot hoogleraar benoemde vrienden en collega's. Het is prettig te leren van elkaars ervaringen en te ervaren dat we allemaal zo nu en dan onze neus stoten en worstelen met dezelfde dilemma's. Ik wil ook hierbij schooldirecteur Annemies Scholz bedanken voor het feit dat ze mij destijds namens Nutrim in deze groep heeft geplaatst. Hooggeleerde Hornstra, beste Gerard. Het is helemaal in het begin geweest van mijn eerste stappen op het wetenschappelijke pad waar jij een rol hebt gespeeld in mijn keuzes. Ik herinner me nog heel goed jouw wervelende colleges waarin je vol passie en vol energie vertelde over het gedrag van bloedplaatjes in de stolling en hoe we daar met het eten van bepaalde vetzuren invloed op konden uitoefenen. Ik vond het echt machtig. Later was je mijn tweede promotor en ook toen was jouw enthousiasme meer dan prettig. Ook nu waardeer ik nog steeds onze iets vaak te haastige gesprekken tijdens een of andere borrel over de laatste stand van zaken in de wetenschap. Gerard, bedankt voor alles. Hooggeleerde Mensink, beste Ronald. Jij zag al snel voor mij een toekomst in de wetenschap. Van jou leerde ik de fijne kneepjes van het vak. En als ik heel eerlijk ben, zijn er nog altijd van dat soort leermomenten. Al was het alleen maar op het gebied van de statistiek. Jouw uitspraak, komt toch niks uit. Die heb ik de afgelopen jaren best vaak langs horen komen. Soms had je gelijk, soms ook niet. Maar die uitspraak op zich was voor mij in elk geval een prikkel om het onderste uit de kant te halen. En ik besef me dat die leerschool van jou zeker niet alleen vakinhoudelijk was, maar ook jouw scherpe kijk op zaken binnen de organisatie en ook daarbuiten is voor mij vaak een eye-opener. Ik ben je enorm dankbaar dat je mij daar ook hebt weten te vormen. Ronald, ik hoop echt oprecht dat we nog vele jaren samen kunnen werken. En ik besef mij dat wij onderhand wel een beetje een uitstervend ras in Maastricht aan het worden zijn. De echte voedingswetenschappers. Maar ik heb er vertrouwen in dat als het college van bestuur Healthy Living echt serieus neemt en echt op de kaart wil zetten, dat we daar maar eens met hun over moeten gaan praten. Ik wil ook alle AIO's en voormalig AIO's ongelooflijk bedanken voor elke dag die zij gedurende hun promotietraject hard werken of hard hebben gewerkt aan het doen van hun experimenten. Daarbij geholpen met een fantastische groep analisten en diëtisten. Zonder jullie zou ik onzichtbaar zijn. I also want to thank Professor Dieter Lütjehan. Dieter, we have a long-lasting collaboration, which already started when Professor von Berkman was still in the lab. You are really my guide in the analytical world of sterile analysis. And I really appreciate our stimulating scientific discussions. Thank you for everything. Ik wil ook heel graag de secretariaten van de vakgroep en van Nutrim, als ook Sef Jansen, Fred Gorissen, Paul Schoffelen en Luc Wouters bedanken voor de belangrijke organisatorische, financiële en technische zaken op de achtergrond. En het is een open deur, maar het is echt zo dat een succesvol team, dat daar elke speler belangrijk is. En het is heerlijk met jullie als team te werken en wat ervoor zorgt dat ik me voor over al dat soort zaken echt 0,0% zorgen hoef te maken. Daarnaast natuurlijk mijn ouders en schoonouders. Jullie steun en interesse is er altijd in ruime mate. Wat een geluk dat wij deze dag allemaal samen in volle gezondheid kunnen meemaken. Dank jullie wel voor alles wat jullie mij hebben meegegeven en nog elke dag geven.
Wat zou ik moeten zonder mijn fantastische drie kerels, die het leven elke dag meer dan uitdagend maken? Energievreters zijn jullie, echt waar. Maar dankzij jullie ben ik, als ik thuis ben, alles binnen 5 minuten vergeten. Wat een energie. Stijn, Niels en Jorn, jullie zijn geweldig. Ten slotte wil ik de meest bijzondere vrouw die ik ken bedanken. Alles wat ik zeg zou tekort doen aan de werkelijkheid. Ik zeg alleen, ik heb het meest geluk van de wereld gehad dat ik nou net jou ben tegengekomen. Ik heb gezegd. Professor Plat, ja, u moet eerst even overleggen, denk ik. Maar in ieder geval hartelijk dank voor deze lezing. Daar gaat hij. Ik heb natuurlijk wel met een beetje bias geluisterd vanuit mijn eigen achtergrond als gezondheidsbevorderaar. En u zei dat u dat niet was, maar aan het eind blijkt u dat toch weer te zijn. Want wij moeten nu allemaal 2 keer per jaar naar een leefstijlcoach. En dat is natuurlijk echt gezondheidsbevordering in de praktijk. De titel is ook toch wel een beetje bijzonder. U heeft het over de erfenis van Hippocrates. Maar eigenlijk moeten we niet van Hippocrates erven. Want u, ja, uw vrouw zit nog naast u, dus die nageboorte met een niesmiddel en mond en neus dicht, dat hebben we gelukkig niet gedaan. En ook de voeding moet het medicijn zijn en niet andersom. Terwijl hij toch allebei zei. En dat gaat al richting preventie. En dat vind ik heel goed, want dat past heel goed in het gedachtegoed inderdaad van het UMC. U zei dat het college van bestuur dat moest overnemen. Ik denk dat u bedoelt de raad van bestuur. Dat is dan weer net iets anders. Ik denk niet alleen in wat u zo vertelde over voedingswetenschap en hoe zich dat dan vertaalt naar gedachtsbeïnvloeding en naar gezond leven. Maar ook in uw samenwerking laat u precies zien wat dat motto en onze guiding principles in het UMC zijn. Dus daarvoor hartelijk dank. En ik vond het ook heel fijn om te zien dat u op het laatste onderzoek en onderwijs weer aan elkaar verbindt. Want een hoogleraar is per slot van rekening ook een leraar. Verder neem ik nog een andere les, wil ik meegeven eigenlijk aan de FHML of het UMC. Je hoeft helemaal niet naar de knasterkos te gaan om slechte gewoontes te kijken. Ik was bij de introductieweek en daar worden de net nieuwe studenten helemaal gevoed met fly. En aan het eind van de middag komt er een frietkar voorrijden om hen te voorzien van de nodige calorieën. Dus ik denk dat u daar nog heel wat werk te doen heeft. Ik feliciteer u met uw benoeming. Daarin betrek ik heel graag de vakgroep gemeenschap Humane Biologie en Bewegingswetenschappen. En natuurlijk ook de School Nutrin. Ik feliciteer ook onszelf als FHML, want ik denk dat wij veel aan u kunnen hebben. En dan natuurlijk de familie. Ik denk dat we nu toch wel allemaal een beetje naar de klok beginnen te kijken. En daar hebben we wat op gevonden, want er is een receptie. Indachtig Paracelsus zou ik zeggen, portiegrootte is alles. Maar voed u verder met alles wat er is. Als u achter ons aanloopt, komt u in Drefte. En daarmee sluit ik deze bijeenkomst.